Welkom en fijn dat je kijkt. Wanneer de politie geweld gebruikt, wordt dat intern beoordeeld. Sancties krijgen agenten zelden. De rechter beoordeelt jaarlijks slechts een handvol zaken waarin de politie te veel geweld gebruikte. Toezicht op geweldgebruik ontbreekt. En daar willen we verandering in brengen. Welkom bij Ontsporing Gezocht. Het geweldsgebruik van de politie neemt al jaren toe, ook hier in Rotterdam. Burgers zijn regelmatig ontevreden over het optreden van de politie. Van alle steden krijgt Rotterdam relatief de meeste klachten van burgers over politiegeweld. Het belteam staat voor u klaar in Rotterdam en de zaak van vandaag vindt ook plaats in Rotterdam. Op de avond van maandag 6 maart 2023 om 7:05 wordt een groep van 4 jongens van 16 jaar en 1 van 18 hier voor een woning van een van hen met geweld gearresteerd door de politie. Ze hebben zich net omgekleed en opgefrist en zijn onderweg naar een restaurant op de Goudse Singel. Daar wachten de ouders van een van hen om met hun zoon en zijn vrienden zijn verjaardag te vieren. Ze zullen daar nooit aankomen. F, de jongen die hier woont, wordt bij het nemen van deze trap verblind door een zaklamp. Als de andere jongens uit de groep inmiddels ook bovenaan de trap staan, trekt de man met de zaklamp een pistool en roept: op jullie knieën, op de grond liggen. Als je je beweegt, schiet ik je kapot. Hij schreef eerst een zaklamp op ons. Toen liepen we de trap op, want we dachten dat iemand een grap met ons aan het uithalen was. En toen trok hij opeens zijn wapen dat we op de grond moesten liggen en... Ja, benen over elkaar en handen uit elkaar en mochten niet kijken en dat soort dingen. Binnen de kortste keren worden de jongens omsingeld door zo'n 20 agenten, waarvan er 6 hun pistolen op hen richten. De jongens liggen op de grond met hun handen achter hun hoofd en hun gezicht naar beneden. Als ze op willen kijken, worden ze bedreigd. Ik wilde even kijken naar boven, dus gewoon wat er eigenlijk precies allemaal gebeurde. Ik besef het eigenlijk nog steeds niet echt. Dus toen keek ik omhoog en toen schreeuwde de agent gelijk van dat ik gelijk met mijn hoofd naar beneden moest liggen. Dat ik anders een kogel door mijn hoofd kreeg. De wapens waarmee de politieagenten de jongens onder schot houden zijn zogenoemde semi-automatische pistolen. Uit de verschillende richtingen komen veel politiewagens aanrijden, inclusief politie in hun burgerauto. We lagen op de grond, allemaal op een rijtje, zeg maar. De agent stond tegenover ons, dus... Ik heb een links en hij heeft een links. Maar hij zegt, de meest linker opstaan. Dus ik denk, mijn links. Dus ik sta op, zegt hij, niet jij, niet jij. Een verwarring die D bijna met zijn leven heeft moeten bekopen. Voor de derde keer krijgt D te horen, als je beweegt, dan schiet ik je. Wat voor D op dat moment denk ik het ergste was, is dat er continu werd geroepen. Niet bewegen, niet bewegen. Ik schiet je door je hoofd. Ik schiet je door je hoofd. En hij dacht op dat moment, ik ga dood. Ik ga mijn moeder nooit meer zien. Ik ga dood. Ik ga hier gewoon dood. Ja, je hoort zoveel de laatste tijd. Hè, per ongeluk neergeschoten. Want er was gevaar of bewoog of dit. En hij dacht op dat moment, ik ga gewoon dood. Het is niet één keer tegen hem gezegd, maar gewoon meerdere malen. De jongens worden naar politiewagens gebracht. Tijdens het fouilleren vragen 2 van de jongens waarvoor ze gearresteerd worden. Als burger in Nederland heb je bij iedere aanhouding het recht om te weten waarvoor je bent aangehouden. Ze krijgen het antwoord, dat hoor je later wel. Het is dan rond 8:30 in de avond en in de politieauto hoort F hoe de politieagent via het communicatiesysteem tegen zijn collega's zegt: we hebben de zwarte met het trainingspakje. De ouders van de jarige jongen wachten nog altijd in het restaurant. De andere ouders kunnen hun kinderen niet bereiken. Ze begrijpen niet wat er aan de hand is. En dat was natuurlijk wel heel spooky. Dan beginnen er wel allerlei dingen door je hoofd te gaan. Ik weet niet precies waarom, maar ik heb wel eens een bericht gelezen van 4 jongens die met de Oud en Nieuw gewoon hier in Rotterdam in de binnenstad met een auto per ongeluk achteruit het water in waren gereden en alle 4 verdronken. Dus dat beeld schoot door mijn hoofd. De moeder van F komt rond 22:00 s'avonds thuis van haar werk. Ze is dan al door verschillende ouders gebeld omdat hun zonen zijn verdwenen. Alle lichten staan aan en het hele huis ligt overhoop.
Ze denkt dat de jongens rommel hebben gemaakt. En om 22:45, 3 uur na hun arrestatie, wordt ze gebeld door de politie en krijgt ze te horen dat haar zoon is gearresteerd op verdenking van een roofoverval met geweld. Toen vroeg ik als er sprake van een wapen. En toen wilde de politieagent zeggen ja, maar hij twijfelde. Hij zei, ik kan eigenlijk er niks over zeggen totdat we met de jongen zelf hebben gepraat. Morgenochtend. En dat was het. Ze krijgt de aanwijzing om het telefoontje van de advocaat de ochtend erna af te wachten. En omdat haar zoon minderjarig is, zal ze uitgenodigd moeten worden voor het verhoor. Mits haar zoon dat wil. Deze uitleg wordt niet aan alle ouders gegeven. Er was geen instructies over wat recht had ik. Ik dacht dat wij op dat moment de auto kon inspringen en hem ophalen, maar dat blijkbaar niet. Dus ik ben maar gewoon gaan googelen op rechtsbijstand of rechtshulp. Toen vond ik het nummer van een adviesorganisatie met vrijwilligers. En toen heb ik gezegd van ja, mijn zoon is gisteravond aangehouden, of ja, hij zit in ieder geval vast. En hij wordt verdacht van een overval. Maar ik weet niet waar die zit en ik kan ook geen contact met hem krijgen. Dat vond ik nog wel het ergste. De moeder van F, die wel wat instructies krijgt, kan zich de situatie niet voorstellen. Een roofoverval met geweld. Ze is in shock. Als ze naar boven loopt, ziet ze een complete chaos in de slaapkamer van haar zoon. Een meubel- en modelvliegtuig zijn kapot. Van haar fotoapparatuur in de gangkast liggen verschillende onderdelen op de grond. In de badkamer is de was uit de wasmachine gehaald en in haar slaapkamer volledig overhoop gehaald. Om 12:03 in de nacht belt ze de politie op en zijn jullie in mijn huis geweest? De politie antwoordt dat ze met de sleutels van haar zoon een onaangekondigde huiszoeking hebben gedaan. Ja, het voelde voor mij als een soort aanranding. Ze hebben mijn kind meegenomen, die hebben ze gewoon van de straat afgeplukt. Ze zijn in mijn huis geweest, ze zijn overal doorheen gegaan. Dus ik voelde me niet eens meer veilig binnen de muren van mijn eigen huis. En wat ik van de politie had begrepen was dat er een advocaat bij het verhoor aanwezig zou zijn. En dat mijn zoon dus had gezegd dat wij daar niet bij aanwezig hoefden te zijn. Waardoor we daar ook niet bij aanwezig konden zijn. Na een achteraf bleek dat die advocaat eigenlijk niet bij het verhoor aanwezig was. Althans, die was telefonisch, kon die meeluisteren en meepraten. Maar ja, dat is voor zo'n jongen natuurlijk totaal iets anders dan dat er, als er iemand naast hem zit die hij aan kan kijken van moet ik hierop antwoorden of is dit zoals dit allemaal hoort te gaan. En ik kon daar ook niet bij zijn, dus dat was heel... dat was wel heel frustrerend. De moeder van D wordt na aanvang van het verhoor opgeroepen. Uiteindelijk zijn alleen de ouders van één van de jongens aanwezig tijdens het verhoor. In de cel en toen kwam de politie om te vertellen dat ik naar op verhoor moest. En toen ik daar binnenkwam, zeiden ze dat mijn ouders er zouden zijn, maar die waren het niet. Ik zou op de hoogte gebracht worden wanneer het verhoor zou beginnen. Uiteindelijk werd ik gebeld door de moeder van F om aan te geven dat zij was opgeroepen, maar ik nog niet. En omdat ik al begrepen had dat het kennelijk de verhoren waren gestart, heb ik ervoor gekozen om zelf er alvast naartoe te rijden. En ergens halverwege het verhoor van D werd er een sms naar mij verstuurd van het verhoor is al begonnen. Misschien kan je hier zo snel mogelijk naartoe komen. Hier in de studio is Dion Abdulhafiz Khan. Zij is van Control Alt Delete. Welkom, Dion. Hoe kijk jij naar deze zaak? Ik denk dat de situatie echt een onwijs dramatische ervaring heeft moeten zijn voor die jongens. Er gebeurde gewoon heel veel. Die jongens werden omsingeld door politieagenten met getrokken pistolen. Ze hebben verschillende intimiderende uitspraken te horen gekregen, waaronder ik schiet je neer. Ik schiet je door je hoofd. Dat gaat niet in de koude kleren zitten. En het ergste is ook, ze hebben geen enkele aanleiding gegeven voor deze gewelddadige benadering. Nou ja, eenmaal aangekomen in het bureau zijn ze verhoord zonder dat hun ouders erbij bij zijn. Ja, vanuit Control Alt Delete schrikken we enorm van deze casus. Kunnen die jongens hiervan aangifte doen? De jongens kunnen hiervan aangifte doen. Het trekken van een vuurwapen, hè, dat is dus wettelijk toegestaan. Maar wat niet toegestaan is datgene wat de politie heeft gezegd.
Ze hebben namelijk gezegd bijvoorbeeld, ik schiet je door je hoofd. Ze hebben gezegd, ik schiet je neer. Kijk, dat kan echt gezien worden als een bedreiging met de dood. En dat is een strafbaar feit waarvan de jongens dus aangifte kunnen doen. Ja, geweldsgebruik door de politie, dat neemt al 4 jaar toe. Zoals ook te zien is op de grafiek, is het ieder jaar meer dan het jaar daarvoor. Dat geweld, wat de politie dus toepast, dat treft wel vooral mensen met een migratieachtergrond. Ze krijgen bijna 3 keer zoveel te maken met politiegeweld dan witte Nederlanders. Eerlijk is eerlijk. Ik voed mijn zoon al jaren op met de gedachte van je loopt altijd een stap achter. Je moet voorzichtiger zijn. Je hebt een kleurtje, dus je zal als eerste aangepakt worden. Iets meer bravoure of een onverwachte beweging en het had dodelijk kunnen aflopen. Net zoals met Nahil in Frankrijk, de 17-jarige jongen die zonder rijbewijs reed en van dichtbij werd doodgeschoten door de politie. Het is gewoon heel angstig om dit mee te maken. Het heeft mij getraumatiseerd als ouder. Ik heb wekenlang, na het verhaal van mijn zoon, nog met tranen in mijn ogen gezeten. Omdat ik echt heb gedacht, het had in 1 seconde anders kunnen lopen. En dan had ik misschien hier niet gezeten, maar had ik mijn zoon moeten begraven. En daarnaast is het ook zo dat gemiddeld iedere maand iemand bij een aanhouding overlijdt. En in verhouding is het zelfs zo dat Nederlanders met een migratieachtergrond 11 keer vaker overlijden onder verantwoordelijkheid van wetshandhavers dan op grond van hun aandeel in de bevolking verwacht mag worden. Herkent u een van deze situaties? Bent u of uw kind ook slachtoffer van escalatie van een gewelddadige situatie door toedoen van de politie en kunt u zich nergens toewenden met uw klacht? Bel dan het Control-Alt-Delete-team. Zij staan voor u klaar om het verhaal op te schrijven en werk te maken van de klachten. Heeft de politie excuses aangeboden? Nee, de politie heeft geen excuses aangeboden. En dat is ook iets wat we vaker zien vanuit Control-Alt-Delete. Maar als je specifiek deze situatie, de impact van de aanhouding was wel echt heel erg groot. Niet alleen voor de jongens, maar ook voor de ouders. Dus Wij adviseren eigenlijk om dat alsnog wel te doen. Of op zijn minst een gesprek met elkaar aan te gaan. Of op zijn minst het gesprek aan te gaan. We vroegen de politie om een reactie. De politie verklaart dat er volgens de betrokken agenten niet is gezegd: als je beweegt, schiet ik je door je kop. Daarnaast laat de politie weten dat 3 van de 4 minderjarige jongens werden verhoord zonder hun ouders erbij, omdat ze dat zelf wilden. Op de vraag waarom er geen excuses zijn gemaakt, antwoordt de politie dat ze al eerder aangaven dat ze fout zaten en dat ze met de jongens uitgebreid hebben besproken dat ze de verkeerde jongens hebben aangehouden. Het woord excuses neemt de politie daarbij niet in de mond. Tot slot laat de politie weten dat de gegevens over de jongens, waaronder vingerafdrukken en foto's, uit het systeem zijn verwijderd. Dat laatste is aantoonbaar niet waar. Een van de jongens zag op de telefoon van een agent die hem bekeurde voor het niet goed dragen van een helm de foto bij zijn gegevens staan. Wat moet er nu gebeuren? Ja, wat ons betreft moet de politie nu een stukje zelfreflectie toepassen. We vinden echt dat ze zelf onderzoek moeten gaan doen naar wat heeft zich daar nou afgespeeld en hoe heeft dit op deze manier kunnen escaleren. Het betreft 5 jongens, waarvan 4 minderjarig, alle met een migratieachtergrond. We kennen de verhalen over etnisch profileren, over buitenproportioneel geweld. Zeker in relatie tot mensen met een migratieachtergrond. Dit kan niet gewoon afgedaan worden met de politie heeft rechtmatig gehandeld. En zeker gezien de impact die het heeft achtergelaten op zowel de jongens als hun ouders. Ik had altijd heel erg gehoopt dat de politie zou zeggen, we nodigen die 4 gasten gewoon weer eens uit op het bureau. En dan gaan we dat vertellen, dat dat niet goed was. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Nee, dus nu merk ik echt dat er emoties bij me naar boven komen. En dat is dan eigenlijk wel wonderlijk. Dat niet zozeer is het moment dat je zo'n pistool bijna tegen zijn hoofd krijgt. En een schreeuwende agent die zegt, ik ga je door je kop schieten. Maar dat dat op het moment is dat je erachter komt dat zo'n apparaat
als de politie niet in staat is om zichzelf te corrigeren daarin. En dat zeg ik eigenlijk dus vanuit de betrokkenheid met mijn zoon natuurlijk, maar eigenlijk ook vanuit de betrokkenheid met de rechtsstaat. Dat je wil dat die wel zo functioneert. Het is belangrijk dat deze verhalen gedeeld worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ctrl-Alt-Delete. Samen willen we zorgen voor een eerlijke en effectieve rechtshandhaving met een politie die aanspreekbaar is en niet schuilt achter een rechtsstatelijk systeem wanneer ze juist van fouten zouden moeten leren. Dank voor het kijken. Blijf veilig en tot de volgende case.